Mijn moeder wil niet meer leven. We hebben laatst het nieuws van uitgezaaid longkanker gekregen. Op dit moment ziet ze geen reden om de pijn waar ze van kleins af aan mee opgescheept zit, eigenlijk nog één moment langer te dragen. Het genezen is toch niet mogelijk. Ze heeft hoogstens nog maanden en elke dag zie ik haar kwaader worden. En huilend schreeuwen naar God. Want hij is volgens haar degene die haar heeft vervloekt. Een paar voorbeelden. Ze zegt dat God erbij was toen ze thuis niets had en op straat smeekte om eten. Ze zegt dat God toekeek toen haar broer zich aan haar als kind vergreep. En dat God haar van internaat naar internaat zag gaan om daar weer te belanden in problemen. God zag haar afscheid van familie nemen om een man terug te volgen naar Nederland. Een guy die een junk bleek te zijn en uit hun eigen huis zou stelen om zijn drugs te kunnen regelen. God zag hoe ze kinderen kregen. Mijn zussen. En hoe dat betekende dat ze moeder moest zijn. En studeren hier voor haar geen optie was. Hoe de taal leren moeilijk kwam in een land dat aangaf dat een buitenlander hier niet welkom was. God keek toe toen haar vriend haar sloeg. Hoe ze in haar uiteindelijke vlucht beide knieën verbrijzelde in een auto-ongeluk. 2 maanden in coma lag. Kinderen afgepakt. Sinds 1988 arbeidsongeschikt. En dus overgeleverd aan de bijstand was. En hoe die situatie beknellend is voor de geest. En voor een mens om te ontwikkelen. Hoe zij dus het idee heeft nooit iets ontwikkeld te hebben voor haarzelf. En hoe dit bij elkaar opgeteld maakt dat ze haar leven ziet als marteling. En God als martelaar. En bij deze richt ik me tot u. En lever ik mijn schuldbekentenis. Ik beken hierbij dat ik u ook de schuld geef van alles wat hier erg is. U bent de aanstichter van al het leed en verderfenis, want u maakte het zo. U blies zijn leven in en vervolgens maakte u dood. U kroonde uzelf tot vader, maar verlaten uw kroost. Dus kom niet praten over onvoorwaardelijk geloof. Ik heb me ingelezen. U wordt omschreven als alwetend. U heeft kennis van de pijn van ieder wezen. Hoe kan u ingrijpen dan uitblijven als u weet wat dit leed betekent? En als ik het moet geloven, heeft u ogen overal. Dus u ziet ook de aandrijvende kinderlijven. U heeft beeld van de massagraven met opeengestapelde mensenlijken. U bent getuige van platgebombardeerde ziekenhuizen waar niemand meer levend onder het puin vandaan komt. God, u bent de maker van de wereld waar uw eigen geboden worden geschonden. Hier ziet u de door gifgas bedolven stadsdelen en dorpen. U bent al horend. U hoort de schoten in de oorlog. U hoort het vallen van bommen. U hoort het kreunen van verkrachte dochters. U kent de pijn achter de woorden nee, niet doen en stoppen. U hoort het stikken, het stokken van adem, het grijpen naar lucht wanneer een agent met zijn knie op de rug een onschuldig zwart mens dooddrukt. En hij komt ermee weg ook. Omdat het door u zoiets bestaat als macht. U bent de oorsprong daarvan. U bent de eerste heerser en gaf de mens het voorbeeld van een welwillende meester die met je leven kon spelen wanneer het hem schikte. Ik ben misschien boos, kwaad, maar u bent niets van mijn liefde waard. Want dit allemaal is gemaakt naar uw evenbeeld. In deze tekening vindt u het aanzicht van vluchtelingengezinnen die Europa binnen willen komen omdat er weinig anders leefbaar is. In uw volmaakte plaatje vindt u uitgehongerde, verkrampte magen. Hier vindt u tot slaafgemaakte met opengebarsten huiden door de veelheid aan zweetslagen. En ik vraag me af, wat is het doel hiervan in uw volmaakte plan? U kon alles toch? U was almachtig en barmhartig toch? Dus dan kom ik tot de conclusie dat u er bewust voor kiest om dit te laten zo. God, Heer van vrede, scheur me uit elkaar. Straf me voor mijn boze gevoelens. Maak me zondig om mijn woede. En verdoe me tot dezelfde hel waar ik kan branden met mijn moeder. Veel erger dan hier zal het toch niet zijn.